Voordat je begint met het aanmaken van je gebruikers binnen de Active Directory, is het belangrijk om over een aantal zaken na te denken. Ten eerste, hoe ga je de gebruikersnamen samenstellen? Wordt het voorletterpunt achternaam? Wordt het alleen je voornaam? Wordt het zoals in het boek wat we nu behandelen, de eerste drie letters van de voornaam, underscore en dan de eerste drie letters van de achternaam? Er zijn legio mogelijkheden voor. De reden om hier hard over na te denken, is omdat een gebruiker misschien wel meerdere keren kan voorkomen. Als jij voorletterpunt achternaam doet, wie zegt niet dat er een Janneke Bakker en een Jan Bakker in je organisatie werken? Hoe ga je daarmee om? Ook zaken om mee te nemen in je randvoorwaarden. Daarnaast, wanneer je ze aan gaat maken, is het belangrijk om na te denken over je wachtwoorden. De eerste is, zijn er bepaalde eisen? En ja, natuurlijk zijn er. De tweede is, hoe strikt dwing je die af? En als derde, als je begint, hoe ga je met die eisen om? Ga je voor iedere gebruiker hetzelfde wachtwoord doen? Ga je voor iedere gebruiker een variatie op hetzelfde thema doen? Of krijgt iedere gebruiker een maatwerk wachtwoord, wat uiteraard het veiligste is. Als laatste, wanneer je nieuwe gebruikers aanmaakt, is het aan te raden om ze te dwingen tot het veranderen van hun wachtwoord de allereerste keer dat ze aanmelden. Een vinkje wat standaard aanstaat, maar wat veel mensen nog eens uit willen zetten. Werk hiermee, maak hier gebruik van. Verder, even kijken. Wanneer je gebruiker aanmaakt, zijn er een aantal tabbladen relevant en interessant voor deze gebruiker. Onder andere waar je profiel kunt vinden, waar je home directory kunt vinden en hoe je daarmee verbindt. Maar in bepaalde gevallen ook wel welke locatie die heeft contactgegevens, want die kunnen weer terugkomen op andere plekken, zoals bijvoorbeeld in je mailserver. Het stukje waar we ons nu op gaan richten zijn de roaming profiles en hoe deze binnen jouw organisatie gebruikt kunnen worden en wat voor rol ze eigenlijk spelen, wat voor effect ze hebben op de manier waarop jij werkt binnen de organisatie.